Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft een strategisch toerismeplan aan de samenleving gepresenteerd. Dit gebeurde eind vorige maand tijdens de Nationale Toerismeconferentie in het Lalaroek-gebouw. In dit plan is de strategische richting voor toerisme voor de komende 10 à 20 jaar vastgelegd. De input van de publieke en private sector vertegenwoordigd in de werkgroepen was doorslaggevend om te komen tot het opstellen van een nationaal strategisch plan voor toerisme. De toerismeindustrie is een van de sectoren die een belangrijke impact heeft op de economische ontwikkeling van ons land en wordt dan ook als een belangrijke factor gezien voor sectorale integratie. Daarnaast draagt deze industrie bij aan de ontwikkeling van andere sectoren in Suriname. Zo levert de toerismeindustrie over het algemeen een belangrijke bijdrage aan groei in onder andere landbouw, transport, de creatieve sector en wellness. Tijdens de Nationale Toerismeconferentie heeft minister Ferdinand Welzijn benadrukt dat toerisme economische groei kan stimuleren en die banen kan creëren die zo cruciaal zijn voor het welzijn van onze samenleving. De regering streeft dan ook naar duurzaam toerisme, zodat generaties hierna kunnen blijven genieten van het toeristische product. Het strategisch toerismeplan zal als fundament dienen voor het schrijven van een toerisme-industrie-beleids- en masterplan.